En Boris. Borisje. Ja, dat is nieuw. Doe Sam dan maar naar buiten. In het boerenland bij Nijbekeep liep je de meest exotische beesten, zoals panters, tijgers en leeuwen. Ze jaren thuis bij Pantera, de enigste roofdierenopvang in Nederland. Op het site binnen er 30 beesten. Ze komen zoals alle gieren uit circussen en beestentuin dat ze hoestallig wienen. Pantera wordt draaiende houden door een groep van vrijwilligers, die uit het hele land komen om de beesten te verzwaren. Op 5 mei 1993 werd het eerste bestenverbloei hieperen bij Pantera. Bewenner is het tigerwiefke Ruby. Zond die tijd binnen de meer dan 250 roofbesten in de opvang te gast West. In de beginjaren ook beren, slangen en foxen. Maar een vlug werd te specialiseren in katachtige roofbesten. Pantera had 3 doelstellingen. Opvang, wetenschappelijk gedragsonderzoek en weromplaatsing van de besten. Roofdierencentrum Pantera had juist een leeuw binnenkrijgen van Circus Rens. De leeuw weer te zenuwachtig en net meer geschikt voor Circus X. De dompteur van Circus Rens kwam juist del bij Pantera, maar in totaal wel 8 leeuwen. Eén daarvan, de leeuw Mick, moet erbij waai, omdat hij de baas net voldocht in het werk. He just wasn't the right. He wasn't the right animal for the right job, you know. So it was just better to put him somewhere. For his own sake and for the sake of the other lions, you know, you don't want him to have a fight or something and like cause fatal injury. Voor eerst moet Mick nog in Pantera bluwen, maar eigenaar Van der Valk denkt dat het net lang wordt. Ik hoop zo kort mogelijk. Niet voor Mick, want die mag hier bij wijze van spreken zijn hele leven blijven. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we een betere plek voor hem vinden, ergens in de wereld. En ik weet al 2 plaatsen waar ze graag een mannelijke leeuw hebben. Dus mogelijk dat het gaat gebeuren. Hartelijk welkom bij Stichting Pantera. Mijn naam is Arno van der Valk. Ik ben vandaag jullie workshopleider. Oprichter Arno van der Valk is al jarenlang het gezicht van Pantera. Hij bewaakt de filosofie achter de opvang en wil die filosofie ook zo volle mogelijk uitdragen. Daarom worden er in de maaitijd en in de zomer 2 keer in de week workshops houden voor roofbestenleefhavers. Zorg dat je in het gedrag van de dieren gaat ingrijpen en ze triggert. Je moet de dieren pushen om iets te gaan doen. En het is belangrijk om die boodschap naar relatieve leken te vertellen? Het zijn puur leken, dat is niet helemaal waar. Het zijn altijd mensen die toch ergens hun hart verpand hebben aan deze dieren. En die krijgen van ons het verhaal te horen zoals wij erover denken. En het vreemde is, mijn verhaal heet Zo zou je er ook over kunnen denken en niet voor niks. Want er komen nogal wat afwijkingen in voor ten aanzien van wat er overal verteld werd. Soms zijn er mensen die zeggen, ik werk met tijgers, kijk eens hoe goed ik ben. Nee, dat is fout. De mensen die hier op hun plaats zijn, die zeggen, ik werk voor tijgers. Want dat is wat we doen. Ik werk hier vanaf november.
Nou, een goede vriend van mij, die was hier ook al aan het werk. Als vrijwilliger. En die heeft gezegd, dat is wel een klusje voor jou. Dus ik kan me wel vrijwilligers gebruiken. Zodoende ben ik een keer mee geweest. Nou, en dat beviel me zo goed. En nu ben ik in principe om de 14 dagen of om de week ligt eraan de bezetting. We moeten minimaal met 2 man zijn. Want anders heb je echt redelijk druk. Wat doe je eigenlijk normaal voor werk? Ik ben bakker. Heel wat anders? Dat is heel wat anders, ja. Ja, daar is het mooie ervan. Niet elke keer met mijn eigen vak bezig zijn en dan gewoon een keer wat anders. Dit is gewoon dit. Thuis heb ik ook veel dieren, dus ja, en dit is ook uniek natuurlijk, hè. Dat je er zo dicht contact mee krijgt, zeg maar. En dat vind ik geweldig. Als je hier bezig bent, is het eigenlijk alleen maar stront ruimen en vlees klaarmaken. En het enige wat je krijgt, daarvoor terugkrijgt, is dat frutje, zoals wij dat zeggen, van de dieren. Dat gedag zeggen. En er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen volhouden. Van de bel. Met die stem. Met die stem. Wat is dit voor oolijk drietal? Dit zijn wij noemen ze de drie jongen. En ja, ze zijn gewoon de liefste, die kennen nog het meeste van mij. Er zit nog heel veel speelsigheid in. Ze zijn net 2. En als het goed is gaan we er in de toekomst mee trainen ook. Dus dat is wel leuk. Ik heb vroeger in het circus gewerkt. Gewoon als opbouwer en een orkestbak, daar zie je die dieren en dan zie je ze dichterbij als in een dierentuin. Dan moet je ver over de gracht kijken en daar liggen ze ergens in een hoekje. En hier loop je er vlak langs, zeg maar, dat is in het circus eigenlijk ook. Zit je er ook vlak voor en naast. Dus dan kun je ze van zo dichtbij bekijken en dan zie je zulke mooie dingen. Geen kop is hetzelfde. Het zijn gewoon hele mooie dieren. En hoe lang werk je hier al? Ik was de eerste 5 jaar van het bestaan van Pantera was ik hier. En dan vind je ander werk. En eens per jaar kwam ik nog wel eens een keer langs waaien. En de laatste keer heb het ruim 6 jaar geduurd. En toen ik kwam, hoorde Mira, die op de hoek zit, die hoorde mijn stem. En die begon te roepen naar me. En ja, dat is prachtig. Asita, Asita. Ja, wat is er? En dit is toch machtig mooi als ze dat bij je doen. Daar kreeg je geld tegenop. Echt niet. Nee. Beetje vergelijkbaar als je een kindje hebt van jezelf, zeg maar. En die leveren een prestatie. En dan zie je de traantjes van blijdschap. Nou, daar kent toch geen geld of moldaai tegenop. Het zijn gewoon die blikken en het doen en laten zoals dit. Yes. Het zijn eigenlijk je kinderen. Zo voelt het. Ja, bijna wel, denk ik. Die niet. Mesa die daar ligt. Rafik is deze hier en die achterste bovenin is het vrouwtje, dat is Sita. Het vinden van vrijwilligers die het haar voor langere tijd inzetten willen voor Pantera is net makkelijk. Daar komen er geregeld nieuwe kandidaten naar de vlier. Die willen dan testen terug rond. Niet aan schuiven komen of wat dan ook. Als er iets is, kom naar me toe. Ik heb liever dat 10 keer kom als dat 1 keer kom voor de verbanddoos. Dat schiet niet op. Ja, duidelijk. Dan gaan we kijken, 1, zijn ze goed in het werk wat ze moeten doen? En 2, wat eigenlijk net zo belangrijk is, passen ze goed in de groep? Want we willen natuurlijk wel een hele leuke groep houden, omdat we allemaal vrijwilligers zijn. En dat maakt het eigenlijk best wel leuk. En omdat ik hier wat langer meeloop als de rest, mag ik sinds kort die nieuwe mensen inwerken. En ja, op zich wel weer een nieuwe taak erbij, maar wel leuk.
Dus dan werk ik niet alleen voor de dieren, maar ook nog eens een beetje met mensen. En dat maakt het toch wel weer wat meer veelzijdig en leuk. Ja, kennis overdragen is altijd leuk. Dan gaan we de kruiwagen weer terugzetten. Je kunt de volgende groepen mee gebruiken. Nou, je moet niet beroep weten voor vieze handen, maar dat hoort gewoon bij de verzorging van een dier. Heb je thuis ook je. Ja. Alleen nog iets ander kaliber, maar. Ja. Maar ze zijn op zich, ze zijn ver Europees, hè. Ze zijn niet echt uit wilde. De meeste die jongen zijn hier ook geboren. Mm-hmm. Maar ze hebben gewoon bepaalde wapen. Ja, ze doen. En ze zijn niet agressief, maar ze willen wel spelen, vooral de jong. Maar die hebben de soks klauwen. En, ja. Dus, dus daar spelen wij maar even mee. Ja. Als jullie daar zien, zie je daar tijgers liggen die allemaal in het zonnetje zijn gaan liggen. Misschien het enige plekje zon wat in hun kooi is. Dus laten we daar nu maar eens naartoe gaan. Hier is Caruso. Caruso is op 2-jarige leeftijd hier gekomen als circusdier. De achtergrond is, hij is met de fles grootgebracht. En werd dus gevaarlijk voor de dompteur omdat hij te dichtbij kwam. Nou, we gaan eens even wat verder kijken. Je ziet hoe relaxed de dieren zijn op dit moment. Hè, Bobby? Maar deze kan ook niet gewoon meer terug. Geen enkel dier wat in gevangenschap geboren is of wat niet heeft leren jagen, kan terug naar de natuur. Hé, hey, Gypsy. Waarom is die hier? In Roemenië mogen ze namelijk niet afgemaakt worden. We hebben toen gezegd, we halen ze op. We hebben ze hier. We kijken een jaar of het dier problemen heeft van de handicap. Helemaal niet. De dieren hebben nergens pijn. Ze hebben geweldig veel levensplezier. Jullie krijgen zometeen ruim de tijd voor mij om te gaan fotograferen, hoor. Het is een plezierig werkje, of niet? Dit is zweten. Ja, dit gaat echt op werk lijken. Maar het is wel leuk. Ja? Ja, wel. Jawel. Kijk, je ziet dadelijk als je het aan de dieren geeft, hoe ze ervan genieten. En ja, wij zijn hier voor de dieren. Niet meer en niet minder. China? Dat moet die zijn, die witte. Gemiddeld, de grotere dieren krijgen allemaal rond de 5 kilo. Er zit er eentje bij met 5,5. Dat is de oudste ook. En de rest zit zo'n beetje op 4 tot 3 kilo. De zwarte jaguar krijgt maar 1,5 kilo per dag. Dus 110 kilo per dag gaat eruit aan vlees. We hebben 2 dagen voer. Ene dag rund, andere dag varkens. En hier zijn ze echt helemaal wild op. Nou, dit zijn dan de zeugkoppen. Dan hebben we ook nog kleine kopjes. En dan hier krijgen ze 3 van, de mannetjes, dus de grotere tijgers en leeuwen. En anders krijgen ze 5 kleintjes. Ik ga weer herrie maken. Stevig beentje.
eerste wat we nu gaan doen is eens kijken hoe een dier de beloning aanneemt. Want dat is al een verhaal op zich. En doen we een plezier. Ja. Draai de pincet met de puntige kant. Oh, met de puntige kant? Naar beneden. Oh, naar beneden, ja. Het is belangrijk voor katachtige roofdieren, want dat hebben we in de afgelopen 17 jaar kunnen onderzoeken, dat ze iets te doen hebben. Anders raken ze de energie niet kwijt die ze normaal in de jacht zouden stoppen. Wij laten ze hier iets doen, omdat ze dat uit zichzelf niet zullen doen. Een kat die slaapt 20 uur per dag. Als ze dit niet te doen krijgen, dan gaan ze uit zichzelf een beetje lopen. Wat iedereen weet, dat heen en weer lopen, dat kun je zien. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij een topsporter. Dan komt er een stofje vrij in de hersenen die ze als het ware drogeert. En na verloop van tijd is dat het doel. En dan willen ze dus gedrogeerd raken om toch die verveling weg te halen. Doordat we dit doen, hebben die dieren een betere geestelijke gezondheid, want ze gaan niet meer over in dat stereotype gedrag. Ze zijn dus een stukje fitter. Dus de meesten van een workshop die willen eigenlijk beroep voor de beesten? Hartstikke duidelijk. Wij konden vroeger te weinig vrijwilligers krijgen. En nu laten we ze ervoor betalen en hebben we ze wel. Hoe heet ik? Bobby. Bobby. Ik weet dat Bobby heel raar kan zijn, want nu pas gaat hij reageren op die vluchtafstand. Snap je? Dank je. Is goed. Zie je dus hoe die vluchtafstand, hoe klein die eigenlijk is? Een leeuw zou altijd wat anders reageren. Het is namelijk een dier wat eigenlijk continu over zijn schouders heen moet kijken of die niet weggejaagd wordt uit Pride. Dat is het probleem bij manleeuwen, die dus bij die Pride leven. Die worden na verloop van tijd weggejaagd als ze te oud zijn en dan neemt een andere man die Pride over. En daarom zal een leeuw op deze manier wat dominanter reageren dan een tijger die eigenlijk solitair leeft. En dus helemaal alles uit zichzelf oplost. Alle dieren zijn qua karakter verschillend. Je kunt van een tijger zeggen, dat is ongeveer zo. Je kunt van een leeuw zeggen, die is ongeveer zo. Maar als je dan de individuen gaat bekijken, dan is het allemaal weer anders. Het is echt gewoon een hoogkwaliteit schepen hier. Ja. Nog een paar mannen en dan is het dier met Pantera in het nieuwe bekeep. De planning is dat besten en vrijwilligers in juni verhuizen naar haar nieuwe onderkom op landgoed Hoenderdaal bij Annapolona. In het dierenpark wordt de laatste week hut werken onder het nieuwe verbloemen voor de grote katten. De verhuizing is nederig, hek, want de hakken dat de besten nu in Libië binnen ijs al zo'n hier afschreeuwen. Geld voor nijbouw wie er lange tijd net, maar doek aan de redding. We zouden al stoppen met de stichting, gewoon op financiële overwegingen. En wie moet mij gaan opvolgen? Wie is er zo gek dat hij 24 uur per dag, 7 dagen in de week dit gaat doen? Toen kregen we de gelegenheid om naar een nieuwe locatie toe te gaan. Daarmee is het voortbestaan van de stichting gegarandeerd. En kunnen we het onderzoek wat we hier gestart zijn, aan de andere kant doorzetten met nog meer nieuwe aanvullingen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En wat betekent het voor jou persoonlijk? Ik zal een streep eronder gaan zetten voor mijn persoonlijk. Ik zal het voorzitterschap, zodra we daar geopend zijn, neerleggen. Dan heb ik het opgericht, naar een nieuwe situatie gebracht waar weer doorgegaan kan worden. En dan moet de jeugd het maar overnemen. Ik heb een hele goede opvolger. En uiteraard zal ik verbonden blijven aan de stichting. Op allerlei manieren. Want ik ga me misschien wel eens bezighouden met daadwerkelijk dieren terugbrengen in de vrije natuur. Want dat is toch eigenlijk wel het mooiste wat je ervan kent? Dat is eigenlijk, als dat zou lukken en we zouden daar een systeem voor kunnen vinden, is dat een kroon op je werk. Voordat de leeuwen en tigers op reis kunnen, moeten ze eerst getraind worden. Dat gebeurt maar zo niet in de crate training. De beesten kunnen ze wennen aan de kooi dat ze in vervierd worden zullen. Als hij het in alle rust doet, gaat hij rustig over naar zijn transportkooi. En zo kunnen we straks een hoop dieren verplaatsen zonder dat we ze hoeven te verdoven. En dat is natuurlijk de basis. Ja.
Goed zo. Als ze je leren kennen, dan gaan ze je belonen, zeg maar, met hun aandacht. En ze roepen je dan ook echt. Dat is eigenlijk je beloning gewoon wat je hier krijgt. Je moet niet wachten op een schouderklopje, want dat krijg je hier niet, hoor. Echt niet. Maar dat is misschien een figuurlijk schouderklopje als je ziet hoe het vlees naar binnen gaat straks. Ja, het is eigenlijk een stevige schouderklop, zeg maar. Ja, dan zie je ze ervan genieten. Ze komen er zelfs voor binnen. Dus, en dat is met dit weer wel eens anders. In het begin is het heel indrukwekkend. Want dan ben je vreemd, dus ze zitten heel raar naar je te kijken. Of ze springt in gaas aan en denk ik, nou, dit zo moet. En vooral als ze dan zoals 's avonds straks met binnen halen, krijgen ze vreten. Nou, dan zijn ze heel anders van karakter dan als ze zo buiten lopen. Hè? Dat is gegarandeerd. En daarom beginnen we daar ook. Dan is het echt, hoef je er niet bij te komen. Dan zijn ze heel anders van karakter. Ja, maar ook. Dat zijn in principe wel roofdieren. Spelletje. Bisten haat vlees achter de kiezen. De dag bij Pantera is weer voorbij. Maar de verhuizing naar Annapolona liet het de roofdierenopvang weer toekomst te hebben. Maar het betje tagelijk ik de eind van een liet stikje Afrika in nieuwe bekeep.